Nou, we staan hier midden in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, op de Leersumse Veld. Dit is een terrein van Staatsbosbeheer, maar het hele Nationaal Park bestaat uit heel veel terreinen van heel veel verschillende eigenaren die samen een enorm groot aaneengesloten natuurgebied maken, de Utrechtse Heuvelrug. En de afgelopen 2 jaar zijn we met alle partners, de eigenaren, maar ook gemeentes en ondernemers, bezig geweest. We hebben een samenwerkingsagenda gemaakt waarin de plannen staan waar we samen met al die partners aan willen gaan werken de komende 2 jaar. Als je kijkt naar de Heuvelrug als gebied en de rol die dat speelt in de provincie Utrecht en ook in Nederland, dan zie je een fantastisch natuurgebied, een heel mooi en enorm waardevol gebied. Het is niet voor niks een nationaal park. Tegelijkertijd is het een van de economische kerngebieden van Europa. En wat een hele belangrijke opgave is naar de toekomst, waar we nu ook al mee bezig zijn, is om ervoor te zorgen dat juist die relatie tussen natuur en economie, die er impliciet is, dat we die relatie ook veel meer handen en voeten gaan geven door samen met ondernemers, met horecaondernemers, maar ook met grote bedrijven, instellingen, samen de koek groter te maken. Ondernemers kunnen veel meer hebben aan het Nationaal Park. Daar hebben we als Nationaal Park een opgave. En het is ook belangrijk dat ondernemers ook mede natuur in dit gebied gaan dragen, want ze hebben er ook heel veel baten van. Het is een fantastisch gebied ook om te wonen. En het is heel belangrijk natuurlijk voor de gezondheid, dat groen. Wat je nu ziet is dat eigenlijk de manier waarop we natuur georganiseerd hebben met elkaar, dat niet zo optimaal is. En als je wil dat je over 50 jaar hier nog zo goed kan wonen en werken en recreëren in dit gebied, dan is het ontzettend belangrijk dat je ook die natuur, dat je die goed houdt. Als je een weg moet aanleggen, als je een kantoren-bedrijventerrein moet aanleggen, wat nog wel eens gebeurt in dit gebied, dat is een enorme druk, dat je tegelijkertijd dat je stukken groen toevoegt op belangrijke plekken. Neem natuur serieus en organiseer ook dat je dat met elkaar waar kan maken, dat je die natuur serieus neemt. Dat is wat we als Nationaal Park willen bereiken.